This is the third message on forgiveness. En dit is een derde boodschap over vergeving. And the opening sermon. En de openingsprediking. Dealt with the following statements. Ging over de volgende uitspraken. I want to forgive. Ik wil vergeven. And I hope all of you want to forgive. En ik hoop dat jullie allemaal willen vergeven. But I also added a question. Maar ik voegde er ook een vraag aan toe. Because I also asked the question. Ik stelde ook de vraag. But what about me? Well, it's a very important question. Well, dat is een hele belangrijke vraag. Because the overall question of the series on forgiveness is. I forgive when it hurts so much. Hoe kan ik nou vergeven als het zo pijn doet? Because the reason behind the question what about me? Want de reden achter die vraag wel wat dan met mij? Is the underlying pain we may experience. Is die onderliggende pijn die we misschien ervaren. As a result of the injustice done to us. Als een resultaat van het onrecht wat ons aangedaan is. The pain that results in the question. En die pijn resulteert in de vraag. How can I forgive when it hurts so much? Hoe kan ik nou vergeven als het zo'n pijn doet? Well, we all experience some kind of injustice in our lives. Nou, we ervaren allemaal bepaalde vormen van onrechtvaardigheid in ons leven. And while I was preparing for this series. En terwijl ik me voorbereidde op deze serie. And also did the series in some countries like Rwanda. En ik deed deze serie ook in een aantal landen zoals Rwanda. And in Asia. En in Azië. So I'm very glad that there are some people from East Africa. En ik ben ook blij dat er zo'n mensen zijn uit Oost-Afrika. And from Asia. En van Azië. Because they need to hear the message too. Want ze hebben ook die boodschap nodig te horen. And if I compare myself with the people from Asia and Africa. En als ik mezelf vergelijk met de mensen van Azië en Afrika. I realize over and over again how blessed I am. Dan realiseer ik me steeds weer hoe gezegend ik ben. My home is a safe place. Mijn thuis, mijn huis is een veilige plaats. The city where I live is a safe city. De stad waar ik woon is een veilige stad. And I lived my entire life in the Netherlands. En ik leefde mijn hele leven in Nederland. There has been freedom in this country for over 70 years. Er is vrijheid in dit land geweest voor meer dan 70 jaar. So it was not easy for me to somehow understand the pain some of those Asian and African people, well, a lot of them, feel at the moment. En het was voor mij niet makkelijk om te begrijpen hoezeer de pijn wordt gevoeld door sommige van de Aziaten en de Afrikanen. Regarding all those things that happened to them. Vanwege al die dingen die met hen gebeurd zijn. All kinds of dictatorships. Allerlei dictaturen. Civil wars. Burgeroorlog. Genocides. Genocide. And the injustice that caused your parents, perhaps some of you have parents. En de onrechtvaardigheid die veroorzaakte dat jullie ouders misschien hebben sommige ouders. We had to flee the country. Zij moesten het land ontvluchten. I know of Rwandan people. Ik weet over Rwanda. I know people from the Democratic Republic of Congo who had to flee. En ik weet dat mensen van de Democratische Republiek van Congo dat zij moesten vluchten. Because of the civil wars. Vanwege de burgeroorlog. But because of the genocide like in Rwanda. Vanwege de genocide zoals in Rwanda. That is injustice. Dat is onrecht. Injustice has been done to people like the people I just mentioned. En dat onrecht is aangedaan aan de mensen waar ik het zojuist over had. And perhaps you were not yourself there when it happened, the injustice in your country. Misschien was je er zelf niet toen dit onrecht gebeurde in je land. But perhaps you were raised in a generation where the traumas were there. Maar misschien ben je opgegroeid in een generatie waar die trauma's er waren. And where the people of your family faced physical or emotional injustice. Waar de leden van je familie fysieke en emotionele onrechtvaardigheid ervoeren. So it's good for all of us to remind us of that. En het is goed voor ons allemaal om onszelf daaraan te herinneren. And to let it sink in. Zodat het inzinken kan. While being in Rwanda. Wel, toen ik in Rwanda was. In February 2015. In februari 2015. I visited the memorial site in Kigali, the capital city. Toen bezocht ik de gedenkplaatsen in een bepaalde stad. Yes.
I was there in Rwanda, among other things, for a 3-day conference on forgiveness. En ik was in Rwanda onder andere voor een 4-daagse conferentie over vergeving. And I asked the pastor over there, please show me that memorial site. En ik heb de voorganger daar gevraagd, wil je me alsjeblieft die gedenkplaatsen laten zien? I want to know all about it. Ik wil er alles over weten. What happened there in 1994? Wat daar gebeurde in 1994? In southern Rwanda. In Zuid-Rwanda. And perhaps most of you know that story. En misschien kennen de meeste van jullie dat verhaal wel. Where between 700,000 and 1 million people were killed. Waar tussen de 700,000 en 1 miljoen mensen gedood werden. In 3 months' time. In 3 maanden tijd. And the pastor said no. En de voorganger zei nee. I will not take you there now. Ik ga je daar niet heen brengen. It will shock you. Het zal je schokken. Because if you want to do the conference, want als jij die conferentie wil leiden, I want you to be totally free. Dan wil ik dat je vrij bent. But I'll take you there. Maar ik zal je er naartoe brengen. After the conference. Na de conferentie. Because he didn't want me to be burdened too much emotionally. Want hij wilde niet dat mijn emoties te zeer belast werden. And after the conference and after watching the video material again. En na de conferentie en opnieuw het zien van het videomateriaal. I got some impression of what happened in 1994. Years ago, 23 jaar geleden. How hundreds of thousands of people were butchered for a ridiculous reason. Waar honderdduizenden mensen werden afgeslacht voor belachelijke redenen. For supposedly being different in race. Ze waren verondersteld dat ze een andere ras te zijn. While all of them were part of one people. Terwijl ze toch allemaal deel waren van één volk. I felt disgusted. En ik voelde verafschuwing. While finding out that it all started with a white Belgian bishop. En toen ik uitvond dat het allemaal begon door een blanke bisschop. From the Catholic Church. Van de katholieke kerk. Who started the whole discussion about tribal differences. Die hele discussie begon over rassenverschillen. And although the people of Rwanda are no longer allowed to discuss these things publicly anymore. En alhoewel de mensen van Rwanda deze dingen niet langer meer publiekelijk mogen bespreken. And the government stimulates the discussion about equality rather than the differences. En de regering stimuleert de gesprekken over eenheid meer dan over de verschillen. I want to state that injustice has been done to those people. Maar dan blijft het zo dat die onrechtvaardigheid aangedaan is aan deze mensen. And especially the white people were responsible for that. En speciaal de blanke mensen waren daar verantwoordelijk voor. So now back to what has been said during the first two messages. En nou terug naar wat er gezegd is in de eerste twee boodschappen. I started with the first step regarding forgiveness. Ik begon met de eerste stap ten aanzien van vergeving. Well, forgiveness starts by giving. Vergeven begint met geven. So that was the first step. Dus dat was de eerste stap. You cannot forgive without giving. Je kan niet vergeven zonder te geven. That's very important, giving it all to God first. Yeah. That's what all the burden is about. Because dit is waar de hele last over is. Van dit. I carried this fella. Want ik droeg deze jongen. He's a big fella. Hij is best groot. 2 stones. 12 kilo ongeveer. So first of all, I give it to God. Dus in de eerste plaats geef ik het aan God. Nou is die last weg van mijn rug. And after giving it to God. En nadat ik het aan God gegeven heb. I give God the possibility. Dan geef ik God de mogelijkheid. To help me regarding injustice. Om mij te helpen ten aanzien van het onrecht. Well, what does injustice look like then? En hoe ziet onrechtvaardigheid eruit? Harassment. Pesten. Bullying. Ja. Pesten. Sarren. Gossip. Kwaadsprekerij. Rejection. Verwerping.
I discuss all those seven elements. Ik heb al die zeven elementen besproken. Lack of acknowledgements. Tekort aan erkenning. Unfair treatments. Oneerlijke behandeling. Violence. Geweld. And last but not least, sexual abuse. Ten laatste maar niet het minste, seksuele misbruik. This is what injustice looks like. Zo ziet onrechtvaardigheid eruit. And while we listen to the second message. En de tweede boodschap. We talked about the fact that giving it all to God, first of all. Spraken we over het feit dat in de eerste plaats het aan God geven. Makes us free. Dat het ons vrij maakt. Amen. Ja, amen. So you can say, well, I will forgive. En dan kun je zeggen, oh, ik zal wel vergeven. And in the past, a lot of people were forced by the church to quickly forgive. En in het verleden werden mensen door de kerk gedwongen om heel snel te vergeven. If you don't forgive, als je niet vergeeft, God will not forgive you. Zal God jou niet vergeven? Well, that's true. Wel, dat is waar. Maar als je vergeet van de andere om er vanaf te zijn. Without acknowledging your pain. Zonder te erkennen dat je er pijn aan hebt. And without getting rid of your hatred and bitterness. En zonder af te komen van je bitterheid en je haat. You will still be in prison. Dan zul je nog steeds in de gevangenis zijn. Despite all the injustice done to him, he stayed free of bitterness and hatred. Ondanks alle onrecht dat hem aangedaan werd, bleef hij vrij van bitterheid en haat. Although he was bullied, alhoewel hij gestraft werd, and his brothers talked about him in a negative way, en dat zijn broers over hem spraken op een negatieve manier, even rejected him, hem zelfs verworpen, had never acknowledged him, hem niet hadden erkend. Treated him unfairly. En nooit eerlijk hebben behandeld. And were violent towards him. En ze waren gewelddadig naar hem toe. Even his sexual integrity was almost completely destroyed. Zelfs zijn seksuele identiteit was bijna helemaal vernietigd. By Potiphar's wife. Door Potiphar's vrouw. Who kept approaching him in a very seductive way. Die hem maar steeds bleef benaderen op een hele verleidelijke manier. So Joseph had to flee. Dus Jozef moest vluchten. His master's house after being robbed of his clothes. Hij moest vluchten vanuit het huis van zijn meester nadat hij beroofd werd van zijn kleed. All this couldn't keep Joseph from being spiritually free. Maar al deze dingen konden Jozef niet weerhouden geestelijk vrij te zijn. Amen. Alhoewel he was in a physical prison, alhoewel hij in een fysieke gevangenis was, spiritually he was totally free. Geestelijk was hij helemaal vrij. Amen. Amen. Because he experienced God as his strong tower. Omdat hij ervoor dat God zijn sterke toren was. And if we are in a strong tower, en als wij in die sterke toren zijn, we are well protected. Amen. Dan zijn we goed beschermd, nietwaar? Okay. Joseph had handed it all over to God. Joseph had het allemaal aan God gegeven. And it set him free. En dat zette hem vrij. But it set his brothers free as well. Maar het zette ook zijn broers vrij. After Joseph had given it all to the just judge. Nadat Joseph het allemaal aan de rechtvaardige rechter had gegeven. It opened up the way for God. Opende dat de weg voor God. To work in the hearts of Joseph's brothers. Om te werken in de harten van de broers van Jozef. Because Joseph had given it all to God. Omdat Jozef het allemaal aan God gegeven had. God was able to heal Joseph's heart. Kon God het hart van Jozef genezen. And gave God also the opportunity to change the hearts of his brothers. En het gaf God ook de gelegenheid om het hart van die broers te veranderen. Which would change the situation between the brothers and Joseph. En dat veranderde de situatie tussen de broers en Joseph.
Joseph had given it all over to God. Joseph had het allemaal aan God gegeven. And by doing so, this enabled God to change the hearts of his brothers. En daarom kon God de harten van zijn broers veranderen. Let's now have a look at how Joseph's story ended. En laten we nu kijken hoe het verhaal van Jozef eindigde. We know that when they had to go to Egypt to get food for their family. We weten dat toen ze naar Egypte moesten gaan om voedsel te krijgen voor hun familie. Their attitude started to change. Dat hun houding toen begon te veranderen. No longer were each of them just thinking about their own interests. Niet langer gedachten ze allemaal alleen maar aan hun eigen interesses. But they started to think about their mutual goal. Maar ze begonnen te denken aan hun gezamenlijke doel. Getting food for the family. Voedsel te krijgen voor hun familie. And getting back everybody safely. En iedereen weer veilig terug te brengen. Getting back everybody safely. Iedereen veilig terug te brengen. Well, that was part of the plan. Want dat was wel deel van het plan. But that was not part of the plan when they were there in the open fields. Maar het was niet deel van het plan toen zij daar in het open veld waren. Taking care of their father's sheep. Toen zij voor hun vaders schapen zorgden. They didn't care for Joseph's well-being. Ze zorgden toen niet voor het welzijn van Jozef. They even hated him. Ze haatten hem zelf. It says in Genesis 37, verse 18. Het zegt in Genesis 37, vers 18. And when they, Joseph's brothers, saw him far off. Toen ze hem in de verte zagen komen. Even before he came near to them. Zelfs voordat hij dichtbij hen was. They conspired to kill him. Toen zwoerden ze samen om hem te doden, te vermoorden. Well, thanks to Reuben, that didn't happen. Wel, dankzij Reuben is dat niet gebeurd. But they threw him in a pit. Maar ze gooiden hem in een put. And sold him to become an Egyptian slave. En ze verkochten hem om als slaaf te gaan dienen in Egypte. And when they arrived home, they came up with a story. En toen ze thuis kwamen, verzonnen ze het verhaal. That Joseph had been attacked by a wild animal. Dat Joseph was aangevallen door een wild dier. The father was devastated. En hun vader was ten einde raad. They were not even brave enough to own up that they had sold him to Egypt. Ze waren niet moedig genoeg om te naar voren te komen zeggen we hebben hem naar Egypte verkocht. If they would have told the truth, als ze de waarheid hadden verteld, Jacob would have had the hope. Dan had Jacob de hoop gehad. That Joseph would still be alive. Dat Jozef nog steeds in leven zou zijn. You can read all about this in chapter 37 of Genesis. Je kunt dat helemaal lezen in Genesis hoofdstuk 37. But the brothers were about to change. Maar de broers die waren op het punt van verandering. As time passed by. Terwijl de tijd voorbij ging. And that change helped Joseph to forgive his brothers. En dat veranderen dat hoe Jozef zijn broers kon vergeven. Now back to verse 18 again. En nou terug naar vers 18. And when they saw him far off, even before he came near to them, they conspired to kill him. En toen ze hem in de verte zagen komen, zelfs toen hij nog niet dicht bij hen was, toen besloten ze hem te vermoorden. In one accord, in one voice, they decided to kill him. In eenheid, in één stem, besloten ze hem te doden. Two brothers were in the picture. En twee broers waren in beeld. The eldest Reuben and the fourth in line, Judah. De oudste broer Reuben en de vierde Judah. Reuben tried to rescue him. Reuben probeerde hem te redden. But he was not taking the lead. Maar hij nam daar niet het voortouw in. As he should have done as the eldest. Zoals hij dat had moeten doen als de oudste broer. In verse 21 it says that he heard what they wanted to do with Joseph. En in vers 21 staat geschreven dat hij hoorde wat ze wilden doen met Joseph. And when the other brothers decided to follow Judah's advice to sell Joseph. En toen de andere broers wilden de raad van Judah wilden opvolgen om Joseph te verkopen. He was simply not there. Toen was hij er gewoon niet. For an eldest brother, he was not really involved in Joseph's well-being. Voor een oudste broer was hij niet echt betrokken bij het welzijn van Jozef. At the end of his life, Jacob starts to prophesy over his children. Jacob begon te profeteren over zijn kinderen. It says in Genesis 49, verses 3 up until 12. En het zegt in Genesis 49, vers 3 tot 12.
I'm going to summarize it. Ik ga het soort van samenvatten. Reuben is characterized as being unstable. Reuben wordt gekarakteriseerd als instabiel. A boiling over like water. En hij wordt beschreven als een overkokend kokend water. Verse 4. In vers 4. And we have seen that he was not taking the lead regarding the protection of Joseph. En hij heeft ook niet de leiding genomen in de bescherming van Jozef. And God says, Simeon and Levi are hot-tempered and killed innocent men. En God zegt dat Levi en Simeon heet gebaard zijn en onschuldige mensen hebben gedood. And perhaps you can read those verses about Judah in Dutch. En misschien kan je die versen over Judah in het Nederlands lezen. It's Genesis 49. Dat is Genesis 49. Verses 8 up until 10. It's a great prophecy about Judah. Genesis 49. Verses 8 up and until 10. So 8, 9 and 10. Vers 8, 9 en 10. Yes, you may read it. Ga ik dan lezen. Daar zegt het in vers 8. Judah, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Judah is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd. Als een leeuwin, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. And Silo talks about the Messiah, the peaceful one. En Silo, dat spreekt over de Messias. It's talking about Jesus. Spreekt over Jezus. What a great prophecy! Wat een geweldige profetie! Well, I repeat again, Joseph gave it all to God, and that set him free. En ik herhaal weer, Jozef gaf het allemaal aan God en dat zette hem vrij. And this opened up the way for God to set Joseph's brothers free as well. En hij opende de weg voor God om zo ook zijn broers vrij te zetten. Free to make other decisions. Vrij om andere beslissingen te maken. Free to change. Vrij om te veranderen. And free to be reconciled with their brother Joseph. En vrij om verzoend te worden met hun broer Jozef. Amen. Amen. Why is that? En waarom is dat? Because God didn't just have a plan for Joseph. Het is omdat God niet alleen maar een plan voor Jozef had. He also had a plan for his brothers. Maar hij had ook een plan voor zijn broers. And although some of them did not line up with God's intentions. En hoewel sommigen zich niet schikten in de bedoelingen van God. Yes, God still had a plan. God had nog steeds een plan. And we can see what that meant for Judah. En we kunnen zien wat dat plan was voor Juda. Because Jesus would be born out of the tribe of Judah, amen? Want Jezus zou geboren worden uit de stam van Juda. Let's finally read Genesis 43. En laten we dan lezen in Genesis 43. The brothers had to return to Egypt to get more food for the family. De broers moesten naar Egypte terug om meer voedsel te krijgen voor de familie. And Simeon was still in Simeon was nog steeds in gevangenschap. And Joseph wanted Benjamin to join his brothers. Hij wilde Benjamin weer zien. Yes, and then Judah shows his changing behavior. En toen liet Judah zijn veranderende houding zien. He says to his father Jacob in verses 8 and 9. Hij zegt tegen zijn vader Jacob in versen 8 en 9. And I read that in Dutch. En we kunnen dat lezen in het Nederlands. Stuur de jongen met mij mee. Dan zullen wij opstaan en op weg gaan, zodat wij in leven zullen blijven en niet zullen sterven. Wij niet, u niet en onze kleine kinderen niet. Ik zelf zal borg voor hem staan. Van mij mag u hem opeisen. Als ik hem niet bij hem terugbreng en hem voor u plaats, dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. Wow, that's really a change of heart. Wow, dat is echt een veranderd hart. Especially because Benjamin was very special to his father Jacob as well. In het bijzonder omdat Benjamin erg speciaal was voor zijn vader Jacob. Benjamin together with Joseph, born out of Jacob's favorite wife Rachel. Benjamin en Joseph waren zonen van zijn favoriete vrouw Rachel. No more jealousy with Judah any longer. Geen jaloersheid meer op Judah. Because God had changed his heart. Want God was is hart aan het veranderen. Because first of all, Joseph had given it all to God. Want in de eerste plaats Joseph had het allemaal aan God gegeven. The just judge. De rechtvaardige rechter.
This had given God the space he needed to work on Judah's heart. En dit is de manier waarop God de ruimte kreeg om te werken in Judah's hart. What about us? En wat aangaande ons? Do we trust God regarding his promise that if we hand it all over to him, vertrouwen wij God dat als wij alles aan hem overgeven, that he will not only set us free, dat hij niet alleen ons vrij zal zetten, and change us, en ons zal veranderen, but will also change the people that have heard us, maar hij zal ook degene veranderen die ons bezeerd hebben. We have to trust him on that. Maar we moeten hem daarvoor vertrouwen. Well, I don't know about you. Ik weet niet wat jou betreft. But I sometimes expect other people to change first. Maar ik verwacht soms dat andere mensen eerst veranderen. But this is not the way God works. Maar zo werkt God niet. He's after my heart. Hij zit achter mijn hart aan. He's after your heart. Hij zit achter jouw hart aan. And our hearts. Onze hart aan. We may trust him. We kunnen hem vertrouwen. Yes, he has proven to be trustworthy. Hij heeft bewezen dat hij vertrouwen waard is. So let's allow him to deal with our hatred and bitterness. Dus laten wij hem toestaan om af te rekenen met onze haat en bitterheid. If we, like Joseph, hand it all over to him, als wij net als Joseph het allemaal aan hem geven, it will set us free. Dan zal het ons vrijzetten. It will enable God to heal us. Het zal God in staat stellen om ons te genezen. And it will set the other people free as well. En het zal daar bovenop nog die andere mensen vrijzetten. Amen. Handing it over to him who judges fairly. Het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Gives God the possibility to do miracles. Dat geeft God de mogelijkheid om die wonderen te doen. In our lives. In onze levens. And in the lives of the people who hurt us. En in de levens van de mensen die ons bezeerd hebben. That's the reason why Joseph was able to forgive. Daarom was Joseph in staat te vergeven. To forgive his brothers. Om zijn broers te vergeven. He saw the change in their behavior towards each other. Hij zag de verandering van hun gedrag ten aanzien van elkaar. And it resulted in reunion. En dat resulteerde in hereniging. Let's finally read in Genesis 45, verses 4 and 5. En laten we uiteindelijk lezen in hoofdstuk 45 van Genesis, vers 4 en 5. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben gekocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Joseph was able to forgive because he loved God. Joseph was in staat te vergeven omdat hij van God hield. And knew the intimacy with God. Hij kende die intimiteit met God. He had handed his brothers and the whole situation. Hij had zijn broers en de hele situatie over to the God who could be trusted. Aan de God overgegeven die vertrouwenswaardig was. The righteous judge. De rechtvaardige rechter. This opened up the way for God to change his brothers. En dat opende de weg voor God om zijn broers te veranderen. And that brought reconciliation. En dat bracht verzoening. And we? En wij? Is there a growing trust among us regarding forgiveness? Is er een groeiend vertrouwen in ons ten aanzien van vergeving? That when we hand it all over to God, he will make a change. Dat als wij het allemaal aan God uitleveren, dat hij dan die verandering zal brengen. If you haven't yet handed it over today, als je het vandaag nog niet hebt overgegeven, please do it, okay? Doe het alsjeblieft, okay? Amen.